En dit gebouw is rond 1960 gebouwd, toen als een huisartsschool. Is later het Scheringa-museum geworden voor een jaar of 15. En sinds 2010 het kantoor van de Zonne-Energiegroep. Wij hebben voor dit gebouw gekozen omdat het een heel degelijk gebouw is. Wat na een grote renovatie zeker weer 30 of 40 jaar met een nieuwe functie door kan gaan. En dat is voor ons belangrijk. Wij willen dit gebouw energie-neutraal renoveren als Zonne-Energiegroep, omdat het onze business is om duurzame gebouwen te realiseren. En we hebben hier een hele goede mogelijkheid om dat te doen. En dat is meteen weer een showcase, niet alleen voor de medewerkers zelf, maar ook voor de mensen die hier op visite komen of anderszins op bezoek zijn. In deze renovatie gaan we allereerst de schilgoed isoleren, de raamkozijnen weer terugbrengen. Vervolgens gaan we de warmteopwekking met warmtepompen en bronnen hier aanbrengen. We gaan PV op het dak leggen, zodat we uiteindelijk meer energie gaan produceren zoals we eigenlijk gebruiken, zodat onze elektrische auto's daar kunnen draaien. Nou ja, we hebben natuurlijk technische uitdagingen om het allemaal te laten realiseren met onze partners. We hebben financiële uitdagingen om het langs de balies van de banken te slepen. En we moeten het allemaal nog gaan uitvoeren. Dus we hebben nog wel even wat te doen. Het grote verschil tussen wat we hadden en wat we gaan krijgen in de toekomst is wel duidelijk. Want het afgelopen jaar zijn we begonnen met de eerste ronden van de renovatie. En toen was het 's winters heel koud in het pand. Dus wat we krijgen is waarschijnlijk gewoon een lekker warm pand. En daarnaast een pand met uitstraling, waar mensen blij kunnen werken. Waar ze graag komen en waar ze ook wat kunnen leren.